Inspirerend. Ik was direct terug in Toscane. Ja, dat was fijn. Dat was genieten. Het is zo'n mooie muziek. De plek is zo schoon. Ik heb nu bijvoorbeeld ook tijd gehad om de teksten te bestuderen. En ik merk bijvoorbeeld dat er bij de teksten van Monteverdi dat er een enorme... Dat de thema's vooral over de liefde en de dood en de verwevenheid. En daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Dus het biedt een verdieping, ja, denk ik. Ik zou het zelfs nog een keer kunnen bekijken. Ik denk dat het uniek is dat je de zangers zo dicht kan zien en eigenlijk bijna per persoon kan horen wie welke stem ziet. Ik denk dat dat een ervaring is die je in een concert zelden hebt en hier wel krijgt. Dus dat is een extra laag die erboven komt, waar ik heel, heel blij mee ben. Je ziet aan het dirigeren van Philippe ook dat hij helemaal in die teksten duikt. Je ziet aan de zangers het plezier van te mogen zingen met Philippe. Ook de schoonheid van de teksten komen veel beter uit, omdat je tijd kan nemen om naar de teksten te luisteren. En dan de samenwerking met Motor Music en Evil Penguin maakt dat iets moois is, want dat is ook niet evident. Als je daarin zit, dan ken je de sfeer, maar hoe breng je die sfeer over? En ik vind op een subtiele, zeer mooie manier gedaan.